Dit is de Paris-Bray. Een heerlijke soezekrans met amandelen, gevuld met een hazelnootcrème. Zo mensen, we gaan een Paris-Bray maken. Maar nu is kerst, dus we noemen hem een Paris-Kerst. Ik begin met de banketbakker schoon te maken. En daarna de botercrème. En terwijl het allemaal draait, maak heerlijke soezen. Eerst maak een klein papje van de roompoeder met de melk. De rest van de melk in de pan. Suiker erbij. En natuurlijk de vanille. De vanille mooi opensnijden. Dan haal ik de merg eruit. Vanille gewoon meekoken. Niet wegdoen. Kost 600 euro de kilo. En dit ga ik koken. Nou, terwijl de melk gaat koken, begin ik aan mijn botercrème. En het woord zegt al, daar heb ik boter voor nodig. En de hazelnootpasta. Nou, de hazelnootpasta is overal verkrijgbaar, tenminste bij de speciaalzaken. Het is niet wat je op je brood smeert, maar het is echt gemalen hazelnoten. Gewoon rustig laten draaien. U ziet het. De melk kookt van het vuur af. Dan pakken we de roompoeder erbij. Een gedeelte hierbij doen. Zo, eventjes familie maken zoals dat heet. De rest doen we hierin. Roeren. En terug op het vuur. En goed koken. Goed kijken, hè? Nu moeten we goed doorkoken. Je ziet hem mooi dik worden. Zodat het niet aanbrandt. Helemaal goed. Dit doen we natuurlijk even afkoelen op een bordje. Natuurlijk laten we de vanille erin zitten. En beste mensen, hier doen we natuurlijk folie over. Heeft drie redenen. De eerste, anders komt er een vel op. Dat weet iedereen. Maar de tweede is ook voor de hygiëne. Maar wat ik eigenlijk ook belangrijk vind, het ruikt je heerlijk naar vanille. Ja, en wat ik ruik, dat zit er niet meer in. Dus met andere woorden, als ik er een folietje op leg, hou ik mooi de smaken hier. En verdwijnen ze niet in de lucht. Dit kan even in de koelkast. En dan ga ik soezen maken. De Paris-Brest is een klassieker uit de Franse patisserie. En de naam verwijst naar de wielerronde van Parijs naar Brest. Hij is daar ooit bedacht door een Franse banketbakker. We gaan dus een Paris-Kerst maken. En als je aan kerst denkt, denk je aan een kerstkrans. Ik heb hier een rondje. Ik wil hem zo groot hebben. Ik trek even erom. Dan is het natuurlijk niet lekker om hier je deeg op te spuiten. Dus eventjes bakplaat, een beetje insmeren. En dan omdraaien, zodat niet de inkt op het product komt. Dat is voorbereid. Een spuitzak met een rond spuitje. Dat is ook voorbereid. Dan gaan we soezen maken. Een pan met water en melk. Je kunt ook alleen water pakken, dan zal hij wat wilder bakken. Je kunt ook alleen melk pakken, dan zal hij wat harder kleuren en wat rust. En te weinig volume krijgen, dus doen we half-half. Snufje zout erbij, altijd lekker. De suiker erbij. De boter. De boter erbij. En dit ga ik koken. Ondertussen dat we gaan koken, eventjes twee eieren los tikken. Eén. Goed kijken, zit er geen schilletje in. Nog een eitje. Je ziet, de boter met het vocht kookt. Van het vuur af, altijd rust in de pan. Zo. Daar doen we de bloem bij. Let wel, het is altijd fijn als je bloem gezeefd is. Die doen we erbij. Roeren. Nog niet meteen direct terug op het vuur, hè? Dat gaat verbranden. Dus eerst zorg dat je een bal hebt. Zo. Terug op het vuur. En
en garen. Oké, meestal blijf je ook aan de bodem hangen nu. Dat is wel een teken dat je goed is en goed doorverhit is. Dan halen we het eruit. De grote fout die mensen maken is dat ze nu de eieren al bij doen. Dat mag niet, want eieren stollen bij 70 graden. Nou, dit is misschien wel 100 graden bijna. Dus doe ik hier een eitje in. Ja, dan hebben we fuyonghai soezen. Dus uit het pannetje halen in een andere schaal. Eventjes losroeren nog. Zodat de grote hitte eraf is. Kijk, doen we nu een eitje erbij. Hoppatee. Dan gaat hij niet stollen, zie je dat? Ja, nog een eitje. Deze soezen mogen ietsje steviger zijn dan normaal soezen als je bijvoorbeeld een Brabantse bossenbol zou maken. Dus hij mag ietsje steviger zijn, maar heb je het gevoel dat hij toch wel iets te stevig is, dan heb ik hier van het losgeklopt eitje, doe ik er nog een klein beetje bij. Dat eitje hebben we daar toch nodig. Dan maak ik hem nog ietsje slapper. Het is best een stevig werkje zo met de hand. Maar nu is hij mooi glad. Hier, even goed door. Je kunt het natuurlijk ook met de machine doen, hè. Maar ja, zo is Schwarzenegger ook niet groot geworden, hè? Met de machine. Soes voor de familie. Je hebt het gezien, ik heb even drie ringen opgespoten. Die drie ringen, die ga ik afstrijken in mijn ei. En dan ga ik ze bestrooien met amandeltjes. Ik heb de oven voorverwarmd op 225 graden. Zodra ik de soezen in de oven heb gezet, zet ik hem terug naar 190 graden. Zodat je rustig kan bakken. Even wat heet, dat je mooi kan werken, maar dan terug. Zodat je mooi droog kan bakken. Hij zal ongeveer 20, 25 minuutjes bakken. Zo, terwijl de banketbakkersroom nog even afkoelt, de soezen staan in de oven, ik ga chocoladehulsblaadjes maken. Ik heb een pannetje met water. Die zet ik op het vuur en dan doe ik wat chocolade bij. Dan ga ik op het vuur zetten. Dan ga ik hem au bain-marie verwarmen, zoals dat mooi heet. Dat wil niet zeggen dat het water continu moet koken, hè? Want dan word je veel te heet. Chocolade verwerkt het lekkerst op 30 graden. Dus ik breng hem gewoon al in beweging. Dan gaat het snelste. Zodra je merkt dat het kookt, wel eraf halen. Er zit zoveel warmte in. Hè? Dan krijgen we echt wel weg. Niet meer op het vuur uit en zo smelten. 2/3 hier op de steen. 1/3, 2/3. Mooi uitstrijken. Even voelen. De chocolade moet koel aanvoelen. Dus het is maar een klein beetje. Dat is zo gebeurd. Dus even net schoonwerken. Hierop en terug in het pannetje. Zo. Hoep. Even mooi roeren en goed mengen. Als je niet goed mengt, dan heb je natuurlijk warm en koud door elkaar en dan krijg je strepen door je chocolade. Nou, dat wil je niet. En zeker niet met kerst. Ik heb een pannetje, pak ik. Ik laat altijd een bodempje water erin staan. Dan kan ik die chocolade mooi op temperatuur houden. Dan word je niet hard. Maar een klein bodempje, mensen. Ik pak een spuitzak en dan knip ik een driehoekje uit. Oh.
Zo. Best veel chocolade zitten, hè? Dat kleine beetje. Heb ik hier een beetje rode marsepein? En zwel, die rode balletjes. Wel leuk. Tussendoor, beste mensen, ga ik natuurlijk even mijn botercrème opzetten. Want ik denk dat nu de banketbakkersschroom wel mooi op temperatuur is. Hier zit het vanille stokje nog in. Nou, ik heb daar geen last van. Dus laat het gewoon lekker in zitten. Dat geeft allemaal nog lekker smaak af. Hier die mooie stevige room. Die doen we er mooi bij. Zo, dat zet ik even in de koelkast. Klassiek wordt de Paris-Brest vrij groot gemaakt en met een vulling van praliné-crème. Maar tegenwoordig wordt die ook wel in kleinere vormpjes gemaakt of in hele moderne vormen en kan de vulling eigenlijk ook van alles zijn. Maar lekker blijft hij. Zo. Zo, die is gebakken. Even van de plaat af, dat koelt je lekker af. Ik kan wel alvast de botercrème in een spuitzak doen. Hoppakee. Nou, je ziet dat dit best wel mooi spekkig is door de melk. Maar ik zet hem wel meteen hierop. Want anders kan ik hem dadelijk niet meer oppakken. Dus meteen op de schaal zetten. Hè? Dus kan ik dit een beetje poedersuiker, anders zit heel de schaal onder. Niet te veel, hè, mensen. Ik zie heel vaak dat mensen veel te veel poedersuiker doen. Klein beetje is veel mooier. Oké, een mooi opspuiten. Een beetje een kerstfeer. Zo. Zo, de chocolaatjes. Zo, de Paris-kerst.